ben al even wakker. Dat doe ik altijd zo. Als ik het zie. Maar volgens de vlaginstructie. Hoi. De vlog van gisteren bewerkt. Oké. En tijdens dat bewerken heb ik even met de instellingen geklooid. Want ik merkte gisteren dus dat hij niet echt scherp stelde. En dat doet hij nu wel automatisch. Dus die continu aan het scherp stellen. Dus als ik nu bijvoorbeeld deze erbij pak, moet je even wachten. Maar kijk, dan stelt die scherp en dan kan je het eventueel lezen. Nou, is dit niet iets wat je hoeft te lezen, dan moet hij weer scherp stellen op mij. Ja. Maar dus, ik had de instellingen niet helemaal goed staan. En nou is het goed. ik ga een beetje relaxen nog. En dan opruimen. En ja, dat. Dus ik zie jullie later weer. Doei doei. Ik mis één beker. Maar dat komt omdat ik die in gebruik heb. Retro Mokop. ik heb 26 november heb ik intake bij GGZ de Rembrandthof in Hilversum is dat. Vanwege het scherp. Vanwege het eetgebeuren. Dus dat is gefixt. Bewindvoering heb ik gebeld, maar nam niet op. Op een gegeven moment kreeg ik gewoon voicemail. Ik had daarvoor al had ik voicemail ingesproken, maar op een gegeven moment kreeg ik gewoon gelijk voicemail. Dus ik ga zo even naar Jumbo. En ik zie jullie later. Doei! Ik heb by the way toen ik boodschappen ging doen. Ook bij de trekpleister een nieuwe tas gekocht. Ja, ik denk, ja, dat moet ik jullie ook even laten zien. Maar dat is het eigenlijk wel even. Het is bijna 4 uur. Kijken, het is, ja, bijna 4 uur. Dus ik ga, oh, ik ben alleen maar aan het relaxen eigenlijk. Maar ik ga nog meer relaxen. En zometeen een Enzo-vlog kijken. Nou, doei. Hi, ik ben nu Onne-vlogs aan het kijken van Onne die. En ik, ja, dat eigenlijk. Echt niet bijzonder, hè? Nee. Maar ik vind het wel leuk om te kijken. En ze heeft 3 weekvlogs. Ik ben nu bij de tweede. En dan ga ik kijken. Daarna ga ik gewoon naar bed. Dus, maar voor die tijd ben ik nog bij jullie terug. En ik heb net even mijn gezicht weer gereinigd. Ik zit er echt onder. Je ziet het niet zo heel goed op de camera. Maar ik zit, ja, scherp.
Oh, en die is echt serieus, nu zie je het beter, serieus super ontstoken. Nou ja, niet ontstoken, want als het ontstoken is, dan doet het pijn. En het doet niet pijn of zo. Maar hij ziet er ontstoken uit. Maar ik ben later bij jullie terug. Doei! Ik ga zo naar bed. Ik wou nog één ding met jullie delen. Vandaag is er een filmpje van IS gekomen. Waarin ze met name Amerika waarschuwen. Dat ook zij in het hart zullen worden geraakt. In het hart van Frankrijk is Parijs. Het hart van Amerika is Washington. Daar zal een aanslag komen. Ze waarschuwen alleen ook alle andere landen die meewerken aan de bombardementen op hun. En ik dacht echt, aan de voeten van de Heer huil ik uit waarom. Maar we weten ook, als christenen weten we in ieder geval, dat dit voorspeld is. Dat dit zou gebeuren, leidend tot de dag dat Jezus terugkomt en ons, zijn volgers, thuis haalt naar de hemel. En dat maakt dat we niet bang hoeven te zijn. Maar goed, het menselijke in je maakt je dan toch een beetje bang. En ik begin een beetje bij mezelf te denken van, dit is de derde wereldoorlog. We kunnen alleen maar afwachten. Wij burgers kunnen sowieso niks doen. Ik zou niet weten wat in ieder geval. Dus ik ben wel een beetje bang. Maar dat is het menselijke van mij. En het geestelijke, dat is mijn geloof. En vanuit mijn geloof hoef ik niet bang te zijn. Zo. Ik zag dat ik niet scherp was even. Ik hoef niet bang te zijn. En dat ga ik dus ook niet zijn. Kijk, in angst leven heeft geen zin. Dus ja. Ja, dat wou ik gewoon nog even delen. Nu ga ik naar bed. Ik ga nog even een spelletje spelen op mijn telefoon. En dan slapen. En het is inmiddels... Kun je het zien achter me? Half 10. En ik ga nu naar bed. Tot morgen. Scherp stellen. Doei doei.